Ook over de veiligheid van het werken met Windows 11 hoef jij je geen zorgen te maken. Als zorgeloos in de cloud gebruiken, wordt je omgeving beheerd met Microsoft Endpoint, de nieuwe naam voor Intune. Hierdoor maakt de computer gebruik van geavanceerde beveiligingstools die Microsoft jou biedt. De upgrade naar Windows 11 komt in tegenstelling tot zijn voorganger met een aantal specifieke eisen. Waaraan de desktop of laptop aan moet voldoen. Dit zijn de eisen. Je CPU, oftewel de processor, moet een 64-bit architectuur hebben met minimaal twee processorkernen van tenminste 1 GHz. De computer moet minimaal 4 GB ARAM-geheugen hebben en daarnaast een harde schijf met minimaal 64 GB voor de Windows-installatie. Wij adviseren minimaal 128 GB. Je apparaat die minimaal UEFI firmware te hebben met Secure Boot ingeschakeld. Daarnaast dient de computer te beschikken over een Trusted Platform Module, oftewel TPM versie 2.0. De grafische kaart van je apparaat moet compatibel zijn met DirectX 12 of WDDM 2.0 driver. Als jouw computer geschikt is voor Windows 11 en de upgrade is in de Microsoft Endpoint-omgeving vrijgegeven, dan kun je upgraden. Jouw computer geeft zelf aan wanneer de upgrade voor Windows 11 beschikbaar is. Dit gaat door middel van een notificatie die je in Windows 10 rechts onderin ziet. Of vind je terug bij de Windows Update-instellingen onder instellingen. Is het banner bij Windows 11 niet zichtbaar? Of twijfel jij of je computer geschikt is voor Windows 11? Neem dan contact met ons op.